Westerlo kwam bij Eendracht Aalst snel op voorsprong. Al na 3 minuten heeft Benoit Tans alle tijd om te kijken en voor te zetten. Gemeten op het hoofd van de kleine Alain Ferreira van de Wallen van dichtbij geklopt, het staat 0-1. Nog eens Benoit Tans aan de basis van het tweede doelpunt, een vrije trap. Jochen Jansen klimt boven iedereen uit. De debutant in eerste leidt met 0-2. De aansluitingstreffer voor Aalst komt er pas in de tweede helft na een betwiste strafschop. De handbeweging is licht, scheidsrechter Vermeers wel kordaat. Harald Meijsen trapte 1-2 gemeten binnen, net voorbij de vingertoppen van Rondaks. 10 minuten voortijd mag Aalst een hoekschop trappen. Kort genomen, dan voorgebracht en mooi vallend ingekopt door Jean-Claude Moukania. 2-2. Maar de laatste aanval van Westerlo brengt nog de overwinning voor de bezoekers. Een verre uittrap van Rondaks. Ferreira en Hansen in de clinch, de ene duwen, de andere trekken. Maar Ferreira blijft wel op de been en in balbezit en scoren. 2-3, de eindstand in Aalst-Westerlo.